Vandaag organiseren wij hier de Buizenpers Leidse Tennismasters op Tennispark Roomburg. Dit is eigenlijk het toernooi van het jaar, waar de meeste spelers het hele jaar naartoe werken. Ze weten dat ze echt overal moeten presteren om hierbij te zijn. Als ze maar een paar toernooien spelen, mogen ze niet eens meedoen. Dus dit is wel echt het toernooi waar iedereen aan mee wil doen en iedereen eruit kijkt. Vandaag spelen eigenlijk alle finalisten. We wachten nu nog op de uitslag van het hoogste onderdeel, de heren enkel 2. Ze staan op dit moment nog te spelen op baan 1. Dat is, verwachten we dat het een hele spannende wedstrijd gaat worden. Ik heb gewoon, ja, zeker fantastisch. Ik kon me niks mooiers bedenken, denk ik, dan hier winnen. Het is de eerste keer dat ik ook meedeed. En ja, als je wint, dan is het meteen natuurlijk mooi dat je de master bent. En klinkt goed in ieder geval. En er was even een momentje tussendoor in de wedstrijd dat er wat verkeerd ging. Ja, ik voel heel erg om mijn hulp op mijn schouder. En het lijkt net of ik er even uit en in ging. En dat deed echt behoorlijk veel pijn in het begin. En op een gegeven moment, ja, dan ben je in de wedstrijd en dan ga je er eigenlijk overheen. Top 100 is mijn doel, maar ja. Of je er komt, dat is natuurlijk iets anders. En, het is in ieder geval een mooi begin. Ik heb dit gewonnen en zo gaan we steeds iets meer omhoog. En we zullen zien waar ik eindig.